dag is aangebroken dat je een nieuwe fiets mag kopen. Yes. Hoe heb je geslapen? Kon je ervan slapen? Van mijn nieuwe fiets? Ja. Nou, ten eerste weet ik niet of ik vandaag een nieuwe fiets ga kopen. Want? Waarschijnlijk wel, maar je weet het nooit zeker. Misschien haak ik toch nog af in die winkel. Dus daar heb ik me eigenlijk helemaal niet zo mee bezig gehouden vannacht. Maar ik heb op zich wel lekker geslapen. Maar die boten, die maken wel giga veel herrie. Of herrie. Mm-hmm. Ja, nou ja. Je hoort ze wel de hele tijd. Gewoon de hele nacht gaat het door. Gisteravond gingen er twee toeten naar elkaar. Ja. Toen dacht ik, en nu is er een ongeluk gebeurd. Mm-hmm. Dacht jij dat ook? Ja. Maar dat waren twee van die hotelboten. Hotelboten, inderdaad. Die kwamen elkaar tegen op het water. Nou ja, oké. Okay. Dan waren wij weer wakker. Ja. Nou, goedemorgen. Ik ben er ook. Maar ik ben nog niet helemaal wakker. Alles reinig het doekje over je gezicht. Heerlijk. Wij hebben een kopje koffie met een kale crackert. Alles is op. Echt niet. Nou, we zijn kaas. Nee, daar staat de appelstroop. We zijn kaas vergeten. Ja. We lopen door de Albert Heijn, we zeggen het tegen elkaar en we lopen er zonder uit. Inderdaad. En dat is wie wij zijn. Heb jij uw snoetenpoetser al gebruikt? Snoetenpoetser? Nee. Ja. Een snoetenpoetser. Kijk mensen, dat doe je zo. Je doet dat snoer onder de oksel. En dan je wordt er wel steeds handiger in, vind ik. In die waterkoker. Ja. En dan auw. En dan auw. Wij zitten in de auto en wij zijn onderweg naar Elst. De nieuwe fiets. Ja. Van Aal. Ook van jou, hè? Oh, ook van mij. We kunnen met z'n twee op. Ja. Oké, okay, onze fiets. Onze fiets, ja. Nou ja, we gaan het meemaken. Hopelijk is er ook een oplossing voor de drager. Ja, dat is nog even het probleem, want we willen natuurlijk die elektrische fiets gaan meenemen tijdens het kamperen. Dus hij moet op de drager kunnen van de tap. En dat kan niet. Maar ja, de tap heeft een fietsendrager, die hebben we erop laten zetten, maar die heeft zulke... Voor gewone fietsenbanden. Ja, inderdaad, van die dunne, maar misschien weten zij dat wel. Ja, dus dat gaan we even vragen en nou ja, ik had eigenlijk even die fietsendrager op de foto moeten nemen dan. Nou, dat hoeft niet. Oh. Ik weet wel hoe die kan ik wel vinden op internet. Oké. Okay. Oké. Okay. En wacht even, want hoe gaat het nu verder? Jij maakt een bonnetje en dan stuur je dat in de mail. En als de betaling binnen is, dan gaan jullie het verwerken. Ja, oké. We gaan het natuurlijk wel gewoon in elkaar zetten, klaarmaken. En dan wordt hij gewoon volgende week zaterdag bezorgd. Nou, wij zijn er nog niet helemaal over uit of we de fiets gaan aanschaffen. We hebben net een andere fietsenwinkel gebeld. En daar blijkt hij iets goedkoper te zijn. Dus we gaan er nog eventjes over nadenken. Maar ja, iets, een paar honderd euro. Een paar honderd euro goedkoper inderdaad, als bij de winkel waar we net zijn geweest. Wij hebben eigenlijk nog nooit de fiets via de telefoon gekocht. Nee. Maar ja, dus we gaan even nadenken. We lopen nu Nijmegen in. We gaan naar het gezicht van Nijmegen. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is volgens mij een kunstwerk, als ik het goed zeg. Dus daar gaan wij naartoe. Het is een beetje winderig. Ja, het is hier wel mooi.
Wij hebben de auto daar geparkeerd. En dan loop je dus via deze brug, loop je Nijmegen zo in. Dit is dus het gezicht van Nijmegen. Het staat aan de wal. We gaan eventjes kijken of we hem ook kunnen beklimmen. Want volgens mij zit hier een trap. Ja. Oh ja. Nou, daar ga ik. Oh. Oh ja, het gezicht van Nijmegen, gemaakt door kunstenaar Andreas Hetveld, verwijst naar een van de oudste en bekendste bodemvondsten van Nijmegen. Een verzilverde gezichtshelm uit het begin van onze jaartelling die kort voor 1915 werd opgebaggerd in de Waal. Uitzicht over Nijmegen. Vanuit het gezicht van Nijmegen. Nou, superleuk. Heb je dit ook weer een keer gezien? Leuk, heel mooi. Leuk, hè? Ja. Nou, wij zijn weer terug van Nijmegen, het gezicht. En ik ga even een lekker broodje bakken in de Omnia. Dat hebben we eigenlijk nog niet gedaan. In Limburg hebben we dat ook niet gedaan. Dus dat ga ik even doen. Ali gaat even de fiets definitief bestellen. We hebben toch nog eventjes... Ja, het is toch wel een beetje raar om een fiets via de telefoon te kopen. Nou, dat gaan we dus wel doen. Voilà. Het vuur aan. Die gastank. Daar doen wij al een jaar mee. Toch, Aal? Zet hem even wat lager. Een jaar toch? Ja, een jaar. Dat is lang. We hebben nog nooit een nieuwe... Dat is lang. Gasfles omgewisseld voor de caravan. Voor die grote, zeg maar, die we daar hebben staan in de dissel. Die zit er al vanaf het begin van in. Ik heb een lekker avocado. Dat zijn minis. Dan moet ik even kijken welke er een beetje rijp is. Want als het goed is, zijn ze allemaal eetrijp, maar dat weet je. Daar klopt niks van. Ja, ik kan dat ook niet. Al wil even kijken welke er rijp is. Het beste. Je hebt altijd van die mensen die een oude avocado's knijpen in de winkel. Ja, dus dan heb je één met allemaal blauwe plekken. Nou, oké. Deze ga ik even snijden. Nou, waarschijnlijk is dit dan zo'n avocado waar iedereen in heeft geknepen. Kijk, die punt. Nee, deze avocado is overrijp. Oh, overrijp. Hier zitten van die draadjes in. Is niet lekker, dus deze kan weg. Oké. Wat heb jij net gedaan? Wij hebben een elektrische fiets gekocht. Maar we hebben nog geen drager. Nou, hij is gekocht. Hij wordt volgende week zaterdag bezorgd. Thuis. Dus, op het werk. Misschien als we de volgende keer met de tap weg zijn, dat jullie gaan kunnen maken met onze nieuwe fiets. Waar we met z'n tweetjes op kunnen zitten. Super gezellig. Nou, ben je er blij mee? Ik heb het er warm van. Oh. Ik ben er blij mee, ja. Oké. Nou, dat is een goed teken. Wij zijn een klompenpad aan het lopen. Het Doddendaalpad. Doddendaalpad. Ja.
Zij gaat dit eng vinden. Maar dit is ook eng. Nou, ik dacht, je zit weer opgesloten, gek. Nee, dit was niet grappig. Paniek, ik had een ja, paniek. Dat dacht ik al. En ik zeg net tegen de kijkers, dit is eigenlijk niet grappig, nee. Want zij gaat dit eng vinden. Ja, ik dacht, ik zit opgesloten hier. Nee, maar weet je... Weet je dat ik al met mijn telefoon in aanslag zat? Ik denk, ik moet jou bellen. Nee, maar weet je... Ik was met jou meegelopen naar die wc. En toen zou ik teruglopen en toen zat die deur dicht. Ik denk, wij zijn in een val gelokt. Ja, kijk en veel enge films. Ik ook. En toen dacht ik, ik heb een idee. Oh, maar op zo'n moment gaat er gewoon echt van alles door mijn hoofd. Ik kreeg die deur ook echt niet open. Nee, ik had mijn schoen ervoor. Nou, wij lopen aan de overkant, een beetje schuin tegenover de camping. En nou ja, je ziet het, de Waal met de boten. En hier staan wilde paarden. Ja. Heel apart. In 1526 was Dollendaal even in handen van hertog Karel van Gelre, waarna de Nijmegenaren per boot een plundertocht ondernamen naar het slot en het in brand staken. Nou zeg. Maar hier is nu een bruiloft aan de gang. Wel een mooie locatie, ja, heel voor een mooi. Bruiloft. Speciaal voor Manja en Arnoud, want het bord lag op de grond. We zijn afgewaaid. We gaan de PR. Oké, wij hebben net even boodschappen gedaan. En wat gaan wij eten? Chili con carne. Nou hoop ik... Kijk, we zijn natuurlijk nu aan de Waal. En nu hoop ik eigenlijk dat... Ja, normaal kook ik altijd buiten. Maar er is hier wind... Dus dat ga ik hier niet doen. Maar nu hoop ik dat onze gasfles, waar we al een jaar mee doen, dat er nog gas in zit. Dus dat ik gewoon binnen maar jij kan gaat koken. Echt alles binnen koken. Ja? Hoezo? Oh. Ja, ik kan ook wel kooktoestel buiten neerzetten. En dan bijvoorbeeld achter de caravan of zoiets, zodat hij niet zoveel wind vangt. Ja, je kan ook wel dat dingen bijzetten. Maar ik dacht, nou. We gaan gewoon binnen koken. Het is jouw feestje. Nee, het is jouw feestje. Jij hebt silicon carne uitgezocht. Ik wou chap choy. Ik had zin in gehakt. Ja, dat wist ik. Vind ik lekker. Ik vind kip lekkerder. Nou, gisteren hebben we kip gehaald. Niet. Eergisteren. Nou, daar staat hij hoor. Het ei. Nou, hier kan je nou echt heel goed zien hoe klein hij is. Ja, grappig hè? Dit is mega grappig. Let's cook. We hebben hier het recept. Wij hebben zo'n kant-en-klaar pakket gekocht van Albert Heijn. Super handig, want dan hoef je eigenlijk nog maar een paar dingen toe te voegen. Nou, rijst hadden we nog in de caravan liggen. En rundergehakt hebben we bijgekocht en... geraspte kaas. Wij beginnen met de gehakt te rullen. Hartstikke gezonde maaltijd, want er zitten echt heel veel groenten in. Heel veel groenten en heel veel uien. Zo,
zonnetje zit verstopt achter de boom. Maar het is nu heerlijk buiten. Stond als tip op de verpakking. Kaas eroverheen. Ja, nou, lekker ratelen erbij. Heerlijk. Eten. Heerlijk. Heerlijk. Dat zeg ik ook te vaak. Maar het is gewoon heerlijk. Ik weet iets leuks. Nou? Nou, wij gaan op zo'n punt staan. Ja. En dan ga ik even proberen om een gebaar te maken naar dat schip. Dat hij gaat toeten. Zodat hij gaat toeten. Ja? Kijk, bij vrachtauto's doe je zo. Ja. Maar ik weet niet of dat bij een boot ook zo werkt. Dus dan gaan we even testen. Oké. Okay. Van camping word je moe. Ja, dat is waar. Van camping word je echt moe. Maar dat komt gewoon omdat je de hele dag buiten bent. Met de hele dag bezig. Met van alles en nog wat. En ook weer niks. Heel niks, gek. Ja, gewoon leven. Aanpassen, ja. Eten, rommelen. Opruimen. Rommel maken. En weer opruimen. En weer opruimen. Maar het is gewoon, ja, bezig zijn. De hele dag. En de dag vliegt gewoon echt voorbij. 'S Middags rond een uur of 5 dan denk ik, oh, dan gaan we nu even een bakje koffie doen. Nou, daarna gaan we koken. Daarna gaan we afwassen. En dan is het 9:30. En dan moeten we nog douchen. En dan is het, nou ja, voordat je weet is het inderdaad 10:00. En is de dag voorbij. En dan lig je in bed en dan kijk je op je telefoon en is het 12:30. Ja, vreselijk. Ja. Maar ja, ook wel weer lekker. Zeker. Toch? Ja. Dat is ook echt vakantie. Nog eventjes en dan is het voorbij. Ja, onze vakantie zit er bijna op. Maar daar ga ik nu nog eventjes niet aan denken. We gaan nog eventjes genieten van de laatste dagen. En ja, voordat je het weet hebben wij weer vakantie. Grote zomervakantie. Ja. 3 weken. Ja, nog geen concrete plannen. Nog steeds niet. We wilden eigenlijk richting Scandinavië, zoals jullie weten. Maar ja. Kijk, dit is een mooie grote boot. Ik denk niet dat het erin zit. Maar ja, zeg nooit nooit. We weten het gewoon even niet. Misschien wel gewoon lekker Nederland. Ja, dit is een grote boot. Nou, nou, ga ik het even proberen. Succes. Run, Forrest, run! Zij gaat veel harder dan mij, want ik ben op slippers. Ja, doe maar! Nee! Nee! Nou, het is wiebelig, want ik moet en filmen en kijken of ik niet van een steen afval op die slippers. Het is niet heel stabiel. In de verte komen er weer boten aan. Ik heb ook geen zin om mijn been te breken. Kom. Want dan zit ik in mijn vakantie in het gips. Oh ja. Nou, als jij in het gips zit, dan gaan wij even goed op vakantie. En dan neem je maar iets van een scootmobiel mee. Dan zal het stinken, dat gips. Dat denk jij dan weer aan? Ja, gelijk. Dat denk ik gelijk. Een scootmobieletje. Als het goed is, hebben we dan de fiets. Dan kan ik achterop. Oh ja. Oké, nou, nu wachten op de volgende boot. Ja. Nou, voor mijn gevoel vaart hier de hele dag vanaf een half uur. En nu duurt het een uur. Kijk, daar aan de overkant. Daar lopen gewoon wilde paarden op het strand. Die kwamen wij vanochtend ook al tegen. Of vanmiddag. Koninkpaarden. Maar dit zijn volgens mij andere paarden. Ze zijn iets donkerder.
Nelly gaat het nu proberen. Die gooit haar charmes in de strijd. Vreselijk. Ja, maar ze moeten het wel zien. Ik ben zwart. Ze zien mij niet. Ik moet een kaas, een lichtje. Nou, dit lijkt meer op een soort van help mij. Als ik nu in die boot zou zitten, dan zou ik echt 1, denken 1, 2. Van... 1-1-2. Dit moet gered worden. Ja. Dit ziet er niet goed uit. Nou, er gebeurt niks. Die mensen die hebben het al ver. Maar weet je, ik zie eigenlijk mensen de caravan uitkomen. Die hebben volgens mij ook zoiets. Wat doet zij? Wat doet dat mens? Nou, kom op, boot. Toeter even. Nou. Er komt er nog één aan. De Georgia. Nou, deze moet lukken. Ja, dit moet lukken. Ja. Dit moet lukken. Nou, zwaaien. Het ziet er gewoon niet uit. Ja. Doe eens met één hand. Eén hand. Volgens mij mogen ze niet toeteren. Ja, hij ziet je. Hij ziet je. Hij zag jou. Ik weet het. Ik zag het. Ik zag het. Hij keek naar jou. Nog een keer. Nog een keer. Jij bent een klein jongetje. Nou, hij doet niks. Nou, ik vind dit wel een beetje... Ik denk dat het niet mag. Ik vind dit wel een beetje kinderachtig. Jij dan? Ja, dat mag niet. Zelf zou het niet Georgia mogen? Georgia mag het niet. Weet ik niet. Nou, jammer mensen. Was leuk geweest. Weet je ook nog een keer dat wij in een bootje... Ook op een groot... Ja, wij zijn een keer in een fluisterbootje wezen varen. Bij Bergen. Hartstikke leuk. Bergen, totdat toch? Het moment kwam dat wij onder een heel klein laag bruggetje heen gingen. En toen kwamen wij in een kanaal terecht. Met hele grote boten. Met zulke grote boten. En de motor van ons ging uit. Ja, en wij zaten echt midden op dat kanaal. Ja. En die motor die viel uit natuurlijk van die Wow! Wacht even. Maar die motor die viel dus uit. Ja, op het moment waarop je het absoluut niet wil, viel dat ding uit. En dus, niet meer aan te krijgen. Dus wij... Ah, je knijpt! Oh! Je knijpt in dat velletje hier. Heb je daar een velletje? Ja, daar zit een velletje. Oh. Ja, daar zit een velletje. Nou, dat hebben oude vrouwen. Velletjes. Nou, ik word ook oud. Maar even mijn verhaal afmaken. Want iedereen is natuurlijk nu benieuwd hoe dat afliep. Of wij dat hebben... Of jij een velletje hebt. Of wij dat hebben overleefd. Ja, daar is iedereen heel benieuwd. Heel nou, benieuwd luister. Naar. We gaan even stilstaan, want dit werkt niet. Dus die motor viel uit. Nou, er lagen twee paddles in die boot. Nou, ondertussen dat ik die motor aan de praat toch, probeer... Je ging met je hand. We hadden geen paddles. Hadden we geen paddles? Nee. Oh, ik dacht van paddles, joh. Nee. Dit is al zo lang terug. Oh, sorry. Het velletje. Maar oké, met onze hand. Dat was ik even vergeten. Het was ook pure paniek wat er toen ontstond. En maar ging zwaaien. Ja, die motor die viel dus uit. En die kreeg ik niet meer aan de praat. Dus wat gingen wij doen? Wij gingen natuurlijk ons leven redden. Dus wij met onze handen aan peddelen, maar die boot kwam steeds dichterbij. En die boot, die kan niet in één keer afremmen natuurlijk, want het is een grote boot. En voordat wij konden niet weg. En wij konden niet weg, dus Nelly ook aan het zwaaien naar die boot aan toeteren. Daar mag het dus blijkbaar wel. Gevaar, dan mag je toeteren. En hoe zijn wij toen uiteindelijk daar weg gekomen? Kwam er toen niet iemand met een andere boot aan? Ja, toen hebben we die meneer van de bootverhuur hebben we gebeld. En die is toen gekomen. Die is toen gekomen inderdaad. Die heeft ons geholpen. Die heeft ons naar de kant geholpen in die boot. Nou, echt een groot drama. Horror. Nou, wij gaan even verder kijken.
Toch? Wij gaan hier omhoog. Oh. Deze camping heeft ook een brasserie. Brasserie de Altena. Daar zijn wij nog niet geweest. Maar die zit dus een beetje aan het eind van de camping. Want daar heb je de ingang. Verderop. Nou, hier aan het eind is ook nog een douchegebouw. Ja, hier achter de brasserie staat nog een sanitair gebouw. Dat is voor de plekken hier 1 tot en met 24. Dat is hier. Nou, dit is het einde van de camping. Hier staan eigenlijk meer campers. Die zitten dicht op elkaar. Hè? Wordt wel erg dicht op elkaar gezet, ja. Maar kijk, zoals deze camper, die heeft best wel een mooi uitzicht zo. Oké, nou volgens mij hebben wij de hele camping gezien nu. Dan gaan wij nu lekker terug naar de caravan en douchen. Hier heb je misschien wel een mooi plekje. Dus dan sta je ook wel dicht bij het sanitair gebouw. Kan de auto erachter. Maar, nee. Nee. Wat nee? Ja, nee. Nee. Nee? Ja, ik weet je, we hebben het hier leuk. Maar ik voel het hier niet. Ja. Oh, dit heb je echt nog nooit gezegd. Ja. Dat heb je nog nooit gehad op een camping. Nee, ook niet. Dat is niet best. Nee. Ja. Helaas. Ja, nou ja, zo heeft iedereen zijn eigen voorkeur, toch? Ja. En ik... Ik voel het ook niet. We voelen het allebei niet. Nou ja, dat kan. Ja. En we hebben het hier leuk, hoor. Het is wel een heel groot nadeel dat die dijk dicht zit. Dat je kilometers om moet rijden voor alles. Ja, en, dus niet praktisch met aanrijden. Nee. Nou, en het staat proppie vol. Ja, maar hij staat heel goed aangeschreven op Google. En ja, ik weet vind niet het, zo goed. Nou, luister. Ik weet niet zo goed waarvan dan. Ik ga het toch eens nalezen. Ja, maar ik vind het altijd een beetje moeilijk om, mijn mening erin te geven. Want kijk, iedereen voelt en ervaart het weer anders op een camping. Dus ja. Maar ja, wij voelen het niet. Nee, maar we laten het zien. Ja. Mensen kunnen het zelf beoordelen. Ja. Nou ja, dat is misschien ook wel eens goed. Want wij zijn tot nu toe altijd op campings geweest waar we het wel voelden, volgens mij. Ja. Toch? Ja. Ja, dus nu is er ook een keer een vlog aangebroken. Waar wij het niet voelen. Waarbij, En waarschijnlijk doen de mensen hun uiterste best om iedereen naar zeker, te zien. Zeker, hartstikke vriendelijk ook. Ja, daar ligt dus, het echt niet aan. Het ligt meer aan ons. Ja. Ja. Wij zijn dan toch van de charme campings, denk ik. Van de kneuterige, kleine, fijne campings. Ja, maar dat was Limburg ook niet. Ja, maar zo voelde het wel. Ja. Dus het is ook veel contact met de eigenaar, de bekerman. Het is misschien ook net hoe je caravan neergezet is. En hoeveel ruimte je eromheen hebt. Dat. Wij vinden dit benauwd. Ja. De buren... Ik wil nog even hierin. De buren kijken op je bord. Zo dichtbij is het. Ja. Er zit heel weinig ruimte tussen. En de plekjes zijn aangegeven. Dus je mag hem ook niet anders neerzetten, nee. Iedereen staat ook echt... Hetzelfde. Hetzelfde, ja. Het is al naar voren. Het luifeltje naar links. Ja, je deur zal maar net aan de andere kant zitten. Ja, dan stap je in je auto. Ja. Het is bedtijd. We gaan lekker slapen. En... Ik ben een beetje koud geworden. Jij dan. Nou, we gaan erin. Erop. Erop. Wij hebben trouwens net gedoucht. En die douches hier, die is met behulp van een mengkraan.
Ja, daar was ik een minuut mee bezig. Ja, ik ook. Oh. Maar je krijgt dus 5 minuten en je ziet de 5 minuten zie je aftellen. Ja. En je moet dus eerst een minuut gaan mengen. Want je hebt hem natuurlijk niet gelijk op de juiste temperatuur. Nee. Dus dan is hij te heet, dan weer te koud, dan weer te heet. Ik had hem steeds bloedheet en dan deed ik weer koud, maar weer steenkoud. Ja. Dat dacht ik. Dus ik vond het vrij kort. Ja, ik ook. Maar ja. Terwijl ik best snel kan douchen, want ik heb dun haar. Ja, jij kunt snel douchen, maar ik kan sowieso niet snel douchen. Maar, ik kwam niet aan mijn benen scheren toe. Ik ook niet. Eén been. Eén been. Ja. Nou, ik heb niet het been geschoren. Nee, serieus. Eén been heb ik kunnen scheren. En het duurt morgen de andere been. Ja, dan ja, loop je altijd één been achter. Ja, nou ja, niet heel... Of ik moet 2 scheermesjes doen. Het is niet te doen. Of 5 minuten is gewoon echt niet te doen. Of je rent heel snel naar het andere hok. Oh ja, nou... Dat zou op zich wel kunnen. Ja, maar... Ja, nou ja, nee. Ik vond het geen succes in ieder geval. Ik vind 7 minuten net wat prettiger. Nou ja, 6-7 minuten inderdaad. Maar, vooral als je mengen moet. Ja. Koud, warm, koud, warm. Ja. Er is trouwens wel een föhn aanwezig in de douche. Er zit niet superveel kracht op. Kracht het is echt op, camping, campingföhn. Ja, er is een föhn. Nou, ik ga mijn tanden poetsen. Bedankt voor het kijken. Oh, ik ga het even overnieuw doen. Bedankt voor het kijken. Doe een duimpje omhoog als jullie het leuk vonden. En abonneer op ons kanaal. Ja. Doei.